Vorige week vrijdag is een scooter hier ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Oranjelaan in Remmen. De jonge bestuurder van de scooter kwam ten val terwijl hij de berg afreed in de richting van de tunnel onder de statie. Buurtbewoners schoten meteen te hulp en zagen dat het groot mes was. Daarom werden meteen een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk is de jonge man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde vrijdagavond rond 8:30. Wie het kent dat de jong zo hel ten val is gekomen is niet bekend. De jong zou geen helm hebben gedragen. Over het exacte letsel en de huidige toestand van het slachtoffer is niks bekend. Na het ongeval werden de Oranjelaan in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. De politie heeft ter plaatse de toedracht van het ongeval onderzocht. Er zouden geen andere weggebroekers bij het ongeval betrokken zijn geweest.